Ik kom hier alleen maar jullie hele planeet looten. Laat me met rust. Loot, daar leven we voor op Klap TV. Welkom bij Starbound. Vandaag gaan we een spel spelen en dat heb ik heel lang niet meer gespeeld. Laten we gewoon gelijk beginnen. Even kijken, start. We moeten even een karakter zien te maken. En we kunnen uit heel veel dingen kiezen. Even kijken, human. Ik had hier al een beetje naar gekeken, anders duurt het allemaal wel heel lang. Even kijken, nou, we gaan met een soort robot. En die robots die zijn een beetje geprogrammeerd. Alsof ze in de middeleeuwen leven. Even kijken, een beetje mooie kleur. Even kijken, die was wel cool. Ja, oké. Okay. Even kijken, ja, een beetje een rood shirt. Ja, want we zijn een beetje een soort boer, weet je wel, een soort farmer. Oké, okay, ja, dat ziet er goed uit. Ja, je staat alleen een beetje vaag. Maar dat kun je aanpassen in dit spel, dus dat is wel cool. Ja, zo staat hij wel chill, toch? Even zien. Oké, okay, ja, dat ziet er wel goed uit. Oké, okay, hoe zullen we hem noemen? Rob de Robot natuurlijk. Oké, okay, dus ik heb dit spel echt voor het laatst gespeeld toen het heel anders was. Toen was het in Steam Early Access. Dat betekent dat het een soort halve demo was. Toen zat er nog helemaal niks in qua verhaal of wat dan ook. Dan was het eigenlijk alleen maar craften en bouwen en er zat helemaal niet zoveel content in. Dat is nu anders. Dus ik heb geen idee. Ik heb geen idee hoe ze het nu hebben veranderd. Ik weet alleen dat het is veranderd. Dus ik dacht, laten we dit eens even lekker gaan spelen. Oké, okay, let's dive in. Wake up. Oké, okay, we zijn aan het slapen. Oh, oké, okay, we zijn ons aan het verslapen. Ik wist niet dat robots dat konden. Oké, okay, goede muziek. Oh ja, oké, okay, we zijn lekker aan het rondlopen. Wat zegt hij? To interact with a nearby person, door or other object, hover with your cursor and press E. Oké. Okay. Oh ja, nee, dat kunnen wij wel. Oké, okay, kunnen we naar de wc? Ah, we kunnen naar de wc. Heel belangrijk als je een robot bent. We kunnen overal op drukken. Oh! Oké, okay, twee muziekjes een beetje verwarrend, hè? Oké, okay, ja, laten we eens even gaan lopen. Oh, kunnen we gitaar spelen? Oh nee, we gaan in een bed liggen. Oké. Okay. Nee, oké, okay, helaas. Maakt niet uit. Oké. Okay. Oh, wat zegt hij? Your uniform is available to collect from your personal locker. It's quite impressive you can remain so serene when you're running so late. Oh ja, want we zijn te laat. Oké, okay, maar blijkbaar moeten we ergens heen. Hoe werkt dit? Wat is dit? Graduation flyer. Oké, okay, dat was een herinnering. Pixels. Currency. Oh ja, dat was het geld. Oh ja, oh kijk. Hier hebben we ons uniform. Oké, okay, dat nemen we maar even mee. Hoe doen we dit? Oh, dan stoppen we hem weer terug. Kunnen we zo en dan zo? Is dat, behoort dat tot een van de mogelijkheden? Ja. Oké, okay, nou, we hebben ons uniform aan. Hallo. Hey Rob, have a moment to chat? Ja, tuurlijk. Soon you'll be a real protector with your own very matter manipulator. How exciting. I hear that those matter manipulators can disassemble all kinds of materials. Okay, cool. If you get assigned to some distant world, don't forget you always have friends here on Earth. Okay, we zijn op aarde dus. Goed om te weten. Thanks, buddy. Okay, wie ben jij? Off to a bit of a late start, aren't you, Rob? Ja, hallo. Niemand had mij de wekker gegeven. I love the seat. So comfortable with a great view. Okay. Most people are courteous enough to vacate the seat if you ask nicely, but this chair is too comfortable to give up. Congratulations on your graduation. Oké, okay, we zijn geslaagd voor iets. Kan ik er ook in zitten? Oh, damn. Oké, okay, ja, we zitten hier gewoon te chillen. Maar we zijn te laat, dus laten we verder gaan. Hallo. Welcome to the Serene Protectorate. Talk to me for handy tips. Oké. Okay. Press I to open your inventory. Oké, okay, chill. Pressing Q will let you drop the item you're holding. Volgens mij hebben we geen items bij ons. Press N to toggle scan mode. En inspect object. Oh, dan hebben we een vergrootglas of zo. Maar hoe werkt dat dan? Moet ik zeker klikken of zo? Laten we eens even op hem klikken. Disappointed. Nothing interesting. Wauw.
Oh, wacht. Unimpressed. A white table with a plain design. Oh. Wow, je kunt alles inspecten. Wow, wat cool. Gewoon alles. Maar... Oh, wacht even. Ik ben natuurlijk een robot, dus hij... Oké. Hij zegt aan het begin van elke zin, zegt hij dus hoe hij zich voelt over iets. Dus als ik bijvoorbeeld deze kast inspecteer, zegt hij neutral. These books are communal. Dus die zijn voor algemeen gebruik. Ik voel me neutraal daarover. Maar als ik naar het water ga, zegt hij appreciative, dankbaar. This water dispenser is topped up daily. Nou, hij wordt goed bijgehouden. Dat is wel vet. Oké, maar hoe gaat dit nu weg? Escape? Nee, oké. Hallo lady, how does it go? Move your camera around with control. Oh, dat is handig. Oh, chill zeg. Oké, hey, deze heeft wel echt goede tips. Maar hoe gaat dit nou weg? Always listen to Sail, your personal AI assistant. Oké, dat is denk ik dat mannetje wat we steeds in beeld zien. Press enter to read Sail messages again. Oh, dat is ook relaxed. Handig zeg. Oké, kan dat iets groter misschien? Nee, ik denk het niet. Oké. Get stuck. Open your quest log with J. Oh shit. Oké, dan kunnen we onze quest zien. Dat is wel handig. Spacebar to hop. Hold it to make a higher jump. Oké. S to crouch. Oh, hold. Oké, ja. Chill. Oh, waar druk ik nou op? Op Z, denk ik. Oh ja, oké. Oh, dan gaat hij weer weg. Oké, chill. Hallo. Vending machine swallowed my pixels. Could this get any worse? Vending machine. Oh, wow. Hebben we geld? Ja, maar we hebben maar 20. Oké, misschien moeten we even niks kopen. Oké, laten we gaan, want we zijn nog steeds te laat. Oké, wauw. Het ziet er echt vet uit, zeg. Kijk hoe mooi het is. Hey, buddy. Frustrated. Oh, hij is ook een robot. They have me sweeping the bridge every hour, like I'm a machine or something. Maar, je bent ook een machine. Hey, what's up? Sit with me for a moment. Oké. Het is wel echt een mooi spel, zeg. Echt vet. Oh ja, hij moet steeds die bloemblaadje opruimen. Nou, dat is zijn probleem. Oké, een bloem. Kan ik die pakken? Oké, de bloem zit in mijn haar. Nu zijn we er helemaal klaar voor. You're really cutting it close, Bob. Please hurry inside. Ja. Oké. Daar gaan we al. Hallo. Eager, my very own matter manipulator. I figuratively cannot wait. Oké. Oh, dit zijn zeker alle belangrijke mensen. Not many Florins become protectors. Florin is proud to be chosen. Oké. I came here early to make sure I wouldn't miss the ceremony. Hey, Rob, I was wondering if you were going to show up or not. Ja, tuurlijk. Oké, maar waar moet ik eigenlijk heen? Verder. Oh, er zit daar een zaal vol mensen te wachten. Oh, daar gaan we. Oké, er zat een hele zaal vol mensen op ons te wachten. My fellow protectors, today we come together to witness the protectorate grow. For over 500 years, we've stood proud here on Earth, drawing together races of all kinds in the name of peace. Our task? To protect our fellow beings, to support, house, and educate those that seek our aid, and to foster accord between those that aspire to it. Oké, dus we zijn een soort beschermers van het universum. Today, in the name of peace, we welcome our newest compatriots and present them each with our greatest tool, the matter manipulator. Oh, daar gaat iets mis. What was that? Oh! Wayo, oké. Allemaal anime tentacles. Als je niet weet wat dat is. Ik weet het ook niet. Nog nooit gezien. You, graduate. Take the manipulator. Oh, damn. Het gaat helemaal mis, jongens. Oh, wow, zieke tentakels. Alles gelijk naar de... Al die mensen naar de pleuris. Oké, maar wij hebben onze loot. Matter manipulator. Oké. Oh ja, daar kun je ook iets mee minen. Ja, dat is ook zo. Oké. Oh, nu kunnen we ineens rennen. Dat is chill. Oké, wow. Kijk dan. Volgens mij... Oh, blocks. It appears the ceiling has collapsed. The matter manipulator can be used to clear this dirt. Press the R key to equip it. Oké. En dan kunnen we... Oh, yes. Oké. Nu zijn we...
oppermachtig natuurlijk. Oh man, oké. Okay, snel hier doorheen. Nee, niet op een bank gaan zitten. Oké, we moeten... Oh, daar zit allemaal water met vis erin. Ik denk dat we hier naartoe moeten. Kan dat zo? Ja, oké. Okay. Oh. Rob is een beetje zenuwachtig, zie je dat? Wow, check dan. Dat is echt een groot monster, zeg. Wow, yo, al die gebouwen... Oh, wacht. The scale of this disaster is immeasurable. The destruction occurring is beyond my capacity to quantify. Evacuate the planet. Oké, we moeten van de hele planeet af. Oké, ja, zo kan het ook. To jump down from a platform like this, you should S to crouch and tap spacebar. Oh, ja, oké. Oké, kapotte vending machine. Dude, dit is nasty. Ugh. Oké, dit kunnen wij. Ja, oké. Oh, nog iets meer. Mijn muis staat iets te snel. Gelukkig kan ik dat snel aanpassen. Oké. Okay. The chest sitting on the conveyor belt should contain some kind of weapon. Oh ja, oké. Okay, chill. Waar is dat wapen dan? Moeten we even in onze hotbar zetten. Oh, hij staat er al. Maar ik wil hem op 1. Ja. Oh, kijk dan joh. Dat zwaard is groter dan deze hele planeet. Oké. Okay. Oh, oh wow. Die! Oké. Okay. I have bypassed the pre-flight checks. Get aboard. Oké. Okay. Maar eerst willen we nog wat loot meenemen, toch? Oh, oké. Okay. Nee, we gaan gelijk. Oké. Okay. Oké, okay, we zijn aan het ontsnappen, jongens. Wow, die hele planeet is naar de getver. Zie je dat? Damn. Oh, schepen uit de lucht geschoten zelfs. Oké. Okay. Oeh. Welkom bij Starbound. Dat was wel intens, man. Oké. Okay. Even kijken. Reboot process eliminated. Oké, okay, we zijn aan het slapen. Oké, okay, ons schip ziet er niet heel sexy uit, moet ik zeggen. Want het is helemaal... Wat is dit nou weer dan? Check dit dan. Wat is het? Een kat, big, goudvis? Oké. Okay. Oké, okay, nou, hij heet nu Piet. Oké, okay, Piet. Rebooting is shown. Ja, je moet niet zo snel, want dan kan ik het niet voorlezen. Wat is dit? Rebooting, oké. Okay. Even ons schip resetten, jongens. I am Sail, your ship-based artificial intelligence lattice. I maintain the maintenance on your ship. I am also programmed to offer you information and advice. Oké, okay, ja. Yeah. Oké, okay, chill. Earth was attacked by an unknown force and was subsequently annihilated. Oké, okay, de hele planeet is kapot, maar dat hadden we al een beetje gezien. Ship's navigation systems were damaged in our escape. Our location is currently unknown. Oké, okay, ze weten niet waar we zijn en de aarde is kapot. Dat begint goed, of niet? We are currently in orbit around an unknown world. The ship is heavily damaged and we are unable to leave orbit. I suggest you beam down to the planet's surface using the teleporter. Oké, okay, we hebben een teleporter. And search for supplies and perhaps a means of fixing the ship. Oké, okay, dat kunnen wij. Even kijken. A reward bag. Mysterious bag. Oké. Okay. Oké, okay, dat gaan we even doen. Oké, okay, Piet. Ga jij eens even aan de kant. Oké, okay, nou, hij vindt ons wel aardig. Dat is fijn. Oké, okay, Piet. Wij gaan naar een planeet. Oké. Okay. Even kijken wat er gaat gebeuren. Waar komen we terecht, joh? Wow. Oké. Okay. Oké, okay, we zijn ergens. Wow, wat is dat dan? Ik zie gelijk allemaal dingen ook, hè? Oké. Okay. We gaan gelijk graven, want ik zie hieronder zie ik al gelijk iets. Oh, daar lopen ook mannetjes, zie ik. Oh, enemies, zie je dat? Oké, okay, nou, we gaan gelijk even graven. Oké. Okay. Allemaal hout. Ik heb niks... Oh, ging dat ook weer? Spacebar? Ja, oh, dat was iets te ver. Grapje, was een grapje. Oh, shit. Laat me rust. Waar is mijn HP? Oh, mijn HP is linksbovenin. Oké, okay, gotcha. Dit zijn wel veel enemies gelijk, hè? Oh, man. Dat begint goed. Ik zal even iets... Het zijn niet die enorme tentakels. Oké, okay. Wij kunnen dit, let op. Wij kunnen dit. Oh, zij zijn gewoon hartstikke noob. Deze lamp nemen we mee. En die stoel nemen we ook mee.
Dat is ook het mooie aan dit spel. Hè? Je kan gewoon alles meenemen. Dat is eigenlijk in Minecraft ook zo. Hallo, wie ben jij? I don't really care, maar jij moet even dood. Oh, oké, wij zijn ook bijna dood. Dat is niet zo handig. Oh, wow. Wat is dit dan? Manipulator module. Oh. Ik zweer het, we gaan zo meteen dood ook gewoon gelijk, hè. Let op. Ik zei het. Oké, we... Lijkt Bender wel, joh, van Futurama. 30% of pixels. Oké, we zijn geld kwijt als we doodgaan. Alright. Hebben we wel onze loot nog? Ja, oké. Oké, dat is wel goed om te weten. Maar ja, doodgaan willen we natuurlijk niet doen. Maar ik zag daar iets in die kist. En dat vond ik er interessant uitzien. Even kijken. Oh, ik heb natuurlijk diep gegraven. Ga ik nou niet dood als ik hier... Oké, nee, dat valt wel mee. Oké. Oh ja, shit, hij zit daar natuurlijk nog steeds. Oké, maar nu is hij dood. Wacht, kunnen wij niet eventjes... Ik wil de hele tijd met escape mijn inventory openen. Als ik nou... ga weg, jongen. Ah! Ja, oké. Kijk, want we kunnen... Ja! Wij kunnen ook blocks plaatsen natuurlijk. En dat gaan we even doen. Zo, oké, nu zijn we even veilig. Want ik moet even die lamp die ik net had geloot, die gaan we even ophangen. Want anders zien we gewoon echt niks. Oké, ja. Oké, even rustig kijken. Wat was hierin? Dit zag ik. Manipulator module. Upgrade component. Upgrade a matter manipulator. Enough of these, you can upgrade your matter manipulator from the axles panel on the right hand toolbar. Is dat dit? Ja, wow, cool. Wat is het allemaal? Increase area of effect to 3x3. Oh, dan moeten we er 12 hebben. Oh, damn. Enable the collection of liquids using excavation mode. Oh, dat is ook handig. Increase effective manipulator range by 2 tiles. Ook chill. Matter deconstruction rate. Oké, 8. Volgens mij kan je die kisten dan ook meenemen. Ja, dat is altijd handig. Oké, hier zit niks in. Wat is dit allemaal? Wow, wat is dat voor beest? Holy damn. Oké. Oh, maar er zijn nog meer kistjes. You discovered a core fragment. These are useful objects. I estimate you require at least 20 of them. Oké. Hij zegt verder niet waarom, maar... Oké, we gaan even heel gevaarlijk doen. Want ik wil die loot. Oh, kijk zo groot hij is. Kan die springen? Ik hoop van niet, zeg. Oké. Rustig aan, buddy. Wacht, kunnen we? Ik heb een idee. Maar dan moet hij eerst even hierheen komen. Oh, damn. Oké, slecht idee. Slecht idee. Ah, man. Ja, precies. Oh nee, onze ding is op. Oh damn, wat heb ik gedaan? Oké. Is toch best moeilijk, man. Oké. Ik zag ook dat ik items ging aan het droppen was. Maar wat? Volgens mij ben ik iets kwijt. Maar ja, jullie snappen het. Nu gaan we hem natuurlijk even klappen. Want dit is natuurlijk niet hoe we het doen op KlapTV. Oké, nu staat hij daar. Dat is prima. Kan hij daar doorheen? Beter niet. Oké. Kan ik dit zo oplossen? Even kijken. Ja, oké, zo krijg ik al iets terug. My scans indicate there is some kind of archaic energy source on this planet. 32% kans dat het de moeite waard is om te onderzoeken. 98% kans dat we niks anders te doen hebben. Hallo, wij zitten hier even... Ja, dit spel is echt zoveel shit aan het gooien op mij. Kan dat? Zo er doorheen? Ja, wow. Oké, nice. Haha. Oké, ja, zo krijgen we hem wel te pakken. Gooi gewoon al die darts op zijn hoofd. Oké, daar liep het spel een beetje vast. Kijk, ja. Hier, wie ben jij nou, joh? Hè? Oh, ik moet wel raak blijven gooien. Dat is op zich wel belangrijk. Ga dood. Sterf. We did it. Oké, nice.
Heel nice. Oké, die kleintjes die kan ik denk ik wel aan met mijn zwaard gewoon. Ja. Oké. Undefeated. Ja, nice. Allemaal loot, jongens. Oh, wat zit? Tech card. Blank tech card. With enough of these, I can develop enhanced tech. Oké. Hey, maar volgens mij kunnen we ook nog craften in dit spel. Dus dat gaan we zo ook even doen. Maar eerst moet ik even terug naar de surface, denk ik. Oh, nee. Laat me met rust. Laat me met rust. Laat me met rust. Laat me met rust. Sterf, sterf. Oké. Kunnen we healen? Ja. Oké, we zijn aan het healen. Een tent, jongens. Dat is wel handig, denk ik. Als ik het me goed herinner, kunnen we slapen in zo'n tent namelijk. En dan kunnen we onze HP weer terug versieren. Oké. Dat ging goed. Ik word er al iets beter. Oké, wooden crate, wooden crate. Nou, we hebben wel genoeg wooden crates. Die campfire neem ik wel even mee. Ja, zie je? Kijk, dan regenen we gewoon heel snel. Dat is heel chill. Oké, die tent gaan we meenemen. You can use the fire to cook food. Oké, dat is chill. Oh, het gaat hier nog veel verder, man. Oh, we gaan dood. We gaan hartstikke dood. Oh my god. Oké, misschien moeten we eerst even kijken. Wat... Het probleem is ook, ik zie steeds al die enemies niet. Dus, ja. Misschien moeten we eens kijken of we... Heb ik nog veel dingen? Ja, oké. We hebben die tent in ieder geval. Oh, wat zit nou weer? Oké, Piet. Ja, even... Goed zo. Geef maar even een kusje. Goodbye. Teleport. Oké, ja. We gaan hier even aan de surface blijven. Ik geloof al die... Ik denk dat we nog niet helemaal klaar zijn voor echt al die exploring daar beneden. Oh, wow. Een heel kamp van iemand. Hallo, iemand. Hey stranger, if you're looking for core fragments, you might find a bunch down in this old mine. You should check it out. Okay. Core fragments are good for chemical reactions, so miners back in the day would use them to make bombs. Dat klinkt goed. Mine is now overrun with creatures. Yeah, we noticed. Haven't seen a new face. You want some tips on surviving? Cut down vines when you see them. They're used for bandages. Okay, dus dit is iemand die ons aan het helpen is. What's it? Necrolic Cyclone Pounder. Een hamer. Are you kidding? Dat is sick. Oké, damage per swing 13. Rate of fire 1. Hoeveel doet dit ding? Oké, deze hamer, jongens, is gewoon 10 keer beter. Oké. Wat is dit? Iron ore, ja, komt u maar. Geef alles maar aan mij. Wat is dit? Molotov? Wat? Oké, die gaan we even in de hotbar plaatsen. Oh, en weer allemaal van die fragments. Ik ben deze chick gewoon helemaal aan het beroven. Wat is dit dan? Traveler's meter, oké. I'm detecting a variety of life signs in this mine. If you are intending to search for core fragments, I may advise adequately arming yourself for it. Ja, kijk, dat is precies wat ik ook dacht. Wat is dit? Oh, dit is allemaal... Potato seed. If you're not sufficiently confident in your personal combat capabilities, an alternative solution would be to dig closer to the planet center to find the core fragment. Oké, dus het spel zegt ons eigenlijk nu dat we ook kunnen graven als we niet in die mine willen. Maar ik denk dan aan de andere kant, het is dan wel waarschijnlijk moeilijker met al die monsters, maar dat betekent dus ook loot. En loot, daar leven we voor op Klap TV. Dus... Dat is wat we altijd willen. Oké, found some wood. Ja, wel dikke bergen ook, man. Jemig. Oh, wat zit? Kijk, hier zit iets in. Dat is denk ik oor. Als dit beest mij even met rust laat. Ik sla hem gewoon met... Dat is heel nice. Kijk, zo groot dat ding is, man. Dat ding is net zo groot als ik. Zo. Even al die bomen even slachten. Oké. Hier nog wat meer corn. Het spel is zo mooi, hè. Ik hou van pixel games. Ik vind het gewoon... Het is voor mij een nostalgie in de zin dat ik vroeger natuurlijk toen ik jong was...
Alsof ik nou zo oud ben, dat valt ook wel mee. Maar vroeger, toen ik nog klein was, toen speelde ik echt zoveel Game Boy games. En ook op de Nintendo en de GameCube natuurlijk. Het heeft gewoon iets simpels of zo, wat ik er gewoon echt wel heel leuk aan vind. In de zin dat... kijk, als je andere moderne spellen neemt die er super mooi uitzien, vind ik ook vet hoor. Horizon Zero Dawn vind ik echt heel gaaf om te spelen. Noem maar een paar andere op. Het is niet dat ik daar iets tegen heb, helemaal niet. Vind ik ook vet, maar dit is mijn voorkeur, omdat het voelt voor mij persoonlijk gewoon iets overzichtelijker of zo. Het is niet dat 100.000 dingen tegelijk die er zo scherp uitzien. Ik kan me gewoon minder goed focussen in zulke spellen. En bij zo'n pixel game heb ik gewoon het gevoel alsof ik alles begrijp of zo. Ik weet niet. Ja. En de pixel games zijn helemaal niet per se veel simpeler of veel makkelijker dan andere soort games. Maar ik heb gevoelsmatig heb ik altijd een beetje het idee dat ik het gewoon beter begrijp. Ik heb het overzicht meer. Misschien is dat het. Ik heb gewoon meer overzicht dan. En dat vind ik gewoon nice. Even kijken. Hallo. Ik wil graag weer terug naar boven. Kan dat? Oké, we moeten even een kamp maken ook, jongens. Want dit is... wat is dit voor de beest? Oké, het doet niks. Oh, kom jij eens even hier? Dat is echt nice. Oh, ze doen wel veel damage. Kut. Ga dood. Oké, ja, ik moet wel even leren met die hamer om te gaan. Want hij sloopt me bijna volledig nu. Wat is dit dan? Een kerkhof, oké. Ik moest die plant fibers verzamelen. Wat kan ik ermee? En ik ben nou wel allemaal dingen aan het verzamelen, maar... God, ga weg, joh. Hoppa. Kijk, gelijk... Nog één. Tuurlijk is er nog één. Oké. Maar je kan ook craften in dit spel, maar hoe... Ja, oké, chill. Kijk, dit moet ik hebben. Wat is dit allemaal? Torch, juist. Laten we daar eens beginnen. Oh, we kunnen het aangeven hoeveel we er willen maken. Nou, maak ze gelijk allemaal maar. Kan ik dat zo doen? Ja, oh, het zijn er maar 3. Oké. Oh, nee, het zijn er niet 3. Het zijn er meer. Per keer craft die er een paar. Oké, want die gaan we even hier neerzetten. Ja. En ik wil hier even een kampvuurtje plaatsen. Kijk, oké. Kijk, nu zien we tenminste ook iets. Dat is wel fijn. Zo. Eventjes een beetje opruimen hier. Als het donker is, dan zie ik echt helemaal niks. Dus dat is niet super. Oh, kijk, ik kan allemaal eten maken, joh. Baked potatoes. Ja, doe maar. Hoppakee. Boiled pearl peas. Oké. Kijk, kip. Hoe komen we nou weer aan kip? Dat hebben we zeker geloot van het een of ander... Popcorn? Je kan popcorn maken. Wajo. Pop it like it's hot. Veel humor in het spel. Even kijken. Ik moet ook een hotkey hebben voor het craften. C van... Ja, C van craften gewoon. Even kijken. Timber heb ik nodig. Oh, maar dat kan ik maken. Kijk, let op. Oh, dat gaat super snel. Wow, dat gaat echt heel snel. Oké, inventor's table. Oh, dan hebben we weer logs nodig. Ja, ik snap het. Oké, nou dat is wel een mooie boom. Die ga ik laten staan. Want dat is een kerkhof. En dat, ja. We zijn er wel een robot. Maar zo zijn we ook weer niet. Weet je wat? We vragen even aan Rob hoe hij zich erover voelt. Irked. Not close enough to see that. Oh, hij is niet dichtbij genoeg, jongens. Even kijken, wat vind je hiervan, Rob? Observant. Tombstone is starting to crumble. Oké, en van deze dan? Oké, precies hetzelfde. Oké, nou weet je, het boeit erop niet, dan boeit het mij ook niet. Altijd even checken. Oké, dit is nice. Ja, oké, een beetje logs erbij. Volgens mij hebben we nu wel redelijk veel. Oké, even kijken hoor. Ja, kijk, nu kunnen we zo'n table maken. En volgens mij, ja, produce various crafting stations. Oké, die heb je dus nodig om verder te kunnen craften.
Want wat wij even willen doen is dat wij eventjes wat wapens willen maken of wat armor als dat kan. Wat een enorm ding zeg. Yo. Oké. Ja, produce materials and objects needed to build a settlement. Dat is wel handig. Clothing, fabrics and other ingredients. Foraging table, primitive furnace. Oh, daar hebben we een campfire voor nodig, maar dat kunnen wij maken, let op. Primitive furnace. Kijk, daar gaan we ores dus mee kunnen smelten. Dat is heel chill. Oké, oh, dan kan ik gelijk de rest niet meer maken. Produce items for hunting, mining en farming. Oké, nou, dat hebben we ook vast op een gegeven moment wel nodig. Oké, we moeten even een beetje cobblestone zien te vinden ook. Maar dat hebben we hier overal wel. Oké, hier hebben we de furnace. Oh, kijk. Oh, dit is chill. Kijk, oh, dat smelten gaat ook super snel. Dat is echt relaxed. Zo, copper bar. Hoppa. Zo, gelijk alles even maken. Wat is dit dan? Oh, oké, je kan hier dus nog veel meer. Oké, we kunnen dus papier maken van logs. Nou, maak maar een beetje. Geen idee wat we... Waar we dat voor nodig hebben, maar daar komen we later vast wel achter. Oké, craft. Ja, kijk, ik kon hier ook, als het goed is, een anvil maken. Kijk, iron bar. Oh, dan moeten we iets meer iron hebben nog. Oké, maar dat komt later wel. Ja, ik denk dat we met die iron kunnen we dus... Met die iron kunnen we denk ik armor maken ook. Dus dat is wel even belangrijk dat we dat gaan fixen. Even wat rope maken. Volgens mij kan je daarmee klimmen, zag ik net dat mannetje zeggen. Glitch flag, wat is dat dan? Bookmark teleport location. Oh, dat is handig. Even kijken, woven fabric. Hoe krijg ik dat? Moet ik dat met die spinning wheel maken? Fabric, ja, oké, cobblestone nodig. Kom eens even hier, cobblestone. Ja, ik wil het daar niet vandaan halen. Damn it. Oké, dat kan ik wel missen. Juist, spinning wheel. Want dan kunnen we dus kleding en zo maken. Dat is wel echt heel relaxed. Want als we kleding kunnen maken, dan kunnen we ook die vlag. En dan als we dan weer doodgaan... Oh, dit is die foraging table. Die zetten we ook wel even ergens neer. Ah, die zet ik hier wel gewoon buiten neer. Het kan vast geen kwaad. Wow, oh ja, dit apparaat. Nou, plaats ik daar. Ik weet niet, ik heb geen idee wat het doet, maar... Ik weet niet wat het doet. Maar het ziet er wel cool uit. Oké, kijk, ja, dit wil ik hebben. Oké, 32. Ik weet niet of ik zoveel nodig heb. Waarschijnlijk ook niet, hoor. Oh, je kan hier ook, dan zeg je stop. Oké, op 15. Ja, 15 vind ik wel goed. String. Never know when a bit of string may come in handy. Oh, daar heb ik ook plant fiber voor nodig. Ja, oké, maak maar een beetje. Ja. Even kijken. Ja, want... Wooden workbench. Oh nee, dat was gewoon craften, hè? Glitch flag. Oh, we hebben nog iets meer fabric nodig. Nog 3. Oké. Ik moet wel zeggen dat het heel intuïtief werkt met die hoeveel je wil craften. Je bent heel snel... Oké, kijk. Nu hebben we een vlag. En die kunnen we dan plaatsen. En dan spawnen we als we doodgaan met die teleporter, denk ik. Spawnen we dan gewoon altijd bij onze basis in de buurt. Gewoon daar. Kijk, dat is super chill. Nieuw bookmark. Oh, House of Rob. Juist. Oké. Dan weten we in ieder geval waar we moeten wezen. Oké. Oh ja, die tent moet ik ook nog even neerflikkeren. Even zien. Maar dat kan hier nergens. Wacht, ik kan hier wel gewoon verder graven. Dat maakt ook niet uit. Oké, het gaat dus nog best langzaam dat graven. Maar ik had dus gezien in dit upgrade ding. Hier zo. Dat je... Kijk. Deconstruction rate bij 100%. Oké, dus als we 8 van die modules vinden. Dan gaan we dat even als eerste doen. Want dan kunnen we lekker snel graven. En dat vind ik eigenlijk wel heel relaxed. Oké, wat is dit dan? Ul! Wow! Check dit. We zijn onder het... Oh, wat zit erin? Flare, packed bones. Oké, nou, laten we die botten maar even opruimen. Want dat vind ik een beetje nasty.
We zitten gewoon onder de... Oh, man. Gewoon onder de... Oh, het valt naar beneden. Dat is vet gedaan. We zaten gewoon onder het kerkhof te graven. Oké, weet je, nou, daar laten we de botten wel lekker liggen. Het ligt daar helemaal prima. En als we dan onder de rest graven... Kijk, nu wil ik het weten ook. Krijgen we dan nog meer... Even kijken hoor. Pa-pa-da-pa-da-pa. Oh, wat is dit? Uh-oh. Oh damn. Oké, dit moeten we nog eventjes niet doen. Ja. Kijk, zie je gelijk een enemy ook? Wat is dit? Oh, wat? Oké, ik had niet verwacht dat ik van zo'n klein stukje dood zou vallen. Oké, ja, dit ken ik wel. Kijk, als het goed is, nu kun je... Ja, zie je? House of Rob. Nu kunnen we daar in één keer naartoe teleporten. Dat is wel chill, zeg. Kijk, dat is echt heel chill. Oké, en we gaan gelijk met onze hamer op pad. En niet weer vallen. Oké, volgens mij heb ik nu alles weer gevonden wat we hadden. Oh, wat is dit? Is dit iron? Want dat hadden we nodig. Oké, het is coal. Nou, dat pakken we later wel. Ik ben altijd zo snel afgeleid in dit soort spellen. Van, oh, wat is dat? En wat is dat? En wat is dat? Dat moet ik ook hebben. En dat? Wat is dat dan? Oké, dit is wel chill. Dat werkt gewoon heel makkelijk. Beetje omhoog jumpen. Oh, wacht. Wacht. I see you. Is het ook een chest? Ja. Chill, wat zit erin? Hunting spears, oké, nou dat is ook niet volgens mij het beste. Kijk, ik wil gewoon gelijk zo'n, weet ik veel, in elk spel wil ik altijd gelijk het level 100 miljoen zwaard vinden, weet je wel. De ultimate destructor of ultimate doom. Maar ja, dat zit er nog even niet in, want we zijn nog hartstikke noob. Even kijken, dit allemaal even een beetje ruimte geven. Ik wil die tent gewoon hier onder de grond hebben eigenlijk. Want kijk, ik heb geen idee of er, weet ik, hoeveel duizend miljard beesten komen. Het lijkt nu nog wel mee te vallen allemaal, maar voor hetzelfde geld hebben we straks gewoon 100.000 beesten. Oké, dat staat daar wel mooi. Deze tent, kan dat hier zo? Ja, oké, beautiful. Beautiful. Zo, ja, let's keep it that way. We doen even zo, het ziet er leuk uit. Zo. Halen die wel even weg. Zo, oké. Daar kunnen we dus regenereren. Dat is helemaal chill. Wat kunnen wij nog meer? Even zien. Zo'n anvil gingen wij maken. Oh, maar we moeten dus even wat iron gaan vinden. Gaan we even op pad. Even wat iron vinden. Hallo? Komt u maar. Hoppa, ik hamer je gewoon helemaal door de wereld heen. Dat is ook kool, denk ik. Dat is allemaal kool. Oh, dat is allemaal wel veel loot, hè? Wow, wat is dat, joh? Ha! Zijn dat bomen? Wow, dat ziet er echt uit als een soort suikerspin. Gelijk minen. Hoe noem je dat? Hakken. Oh, volgens mij zie ik hier iron. Eentje maar klopt dat? Is dat hoe iron eruit ziet? Ja, oké, chill. Dan weten we dat zeker. Dan weten we ook een beetje waar we naar zoeken. Oké, nou, dit is chill. Wow, wat is dat nou weer? Dit zijn allemaal van die pixel containers of zo. Ja, daar krijg je geld van. Wat doet dit? Wow, wat was dat? Een rode wolk, zag je dat? Maar wat doet dat dan? Oh, volgens mij... Oh, dat regent HP. Oh, hij heeft het ook. Hij ging er ook doorheen. Ja, oké, daar krijgen we dus HP van terug. Dat is op zich wel chill. Wat is dit dan? Dat is zeker koper. Ait, tomaten. Lekker. Kom dan. Hoppa, op je poren. Hatsee. Jij ook? Hoppakee. I don't care. Oké, maybe I should care. Oh, hij zit op me te spugen. Oh, wacht maar. Ik heb nog deze van ons avontuur.
Ha, lekker voor je. Oh boy. Oké, die hamer is wel chill hoor. Hij doet best wel veel schade. Oké, laten we dit maar weer meenemen. Want ik heb meer torches heb ik niet. Oh, hier weer van een paar van die containers. Veel ook, joh. Iets zeg maar... Oh, de muziek stopt ineens. Oh, hier ligt ook gewoon zo'n tent. Hallo? Neem wel gewoon mee. Regel 1 van crafting games. Pas het in je inventory. Neem het mee. Altijd doen. Je weet het nooit. Je weet nooit waar je het voor nodig hebt. Misschien kun je het verkopen voor geld. Oké, dit is dus een beetje water. Oh my god. Man, die beesten die pakken me de hele tijd zo hard, hè? Ik heb gewoon nog 0 HP. Oh, nee, don't kill me. Oh, we moeten even bandages gebruiken. Oh, nee. Oh, dit gaat niet goed. Dit gaat fout. Yep. Ja, dat dacht ik al. Ja. Damn it. Het is in de nacht. Oké, in de nacht moeten we dus gewoon niks gaan doen. Net als in Minecraft, Terraria. 'S Nachts moeten we gewoon niks gaan doen. Ga weg. Ga weg. Man. Waar gingen we dood? Volgens mij was het al wel een eindje verderop, hè? Was het hier? Volgens mij gingen we hierheen, hè? Ik ga zo weer net zo hard dood. Oké, chill. Oké, daar is al onze stuff. Dan heb je hem weer, hoor. Oh my god. Ik wil alleen maar mijn loot terugvinden, jongens. En ik maar denk dat deze hamer de Super Ponage Hamer of Ultimate Destruction is. Maar eigenlijk is het gewoon een beetje een zwak ding. Hebben we nog onze heals bij ons? Potato seed. Corn seed, dat wil ik niet eten. Oh, het zijn allemaal zaden. Daar heb ik toch helemaal niks aan. Oh, een flare. Dat is wel handig misschien. Kijk. Zo komen we ergens. Dat is weer zo'n sterke Harry. Weet je wat we gaan doen? Ik heb een idee. We gaan gewoon vanaf de andere kant gaan we er gewoon ingraven. Want ja, dit duurt anders 100 keer doodgaan. Weet je wat we met jou doen? Jij gaat gewoon ons niet lastigvallen. Doei. Oké, dat is wel echt chill hoor. Dat je gewoon die blokjes kan plaatsen. En dan vallen ze je gewoon niet lastig. Ik weet ook, kijk waarom ik nu zo naargeestig naar mijn loot op zoek ben... Ik weet niet meer precies wat we allemaal hebben geloot, maar het was veel. Zie je? Kijk zoveel. Al onze bars en zo. Nee, ga weg. Oh my god, ga weg. Oh man. Wat is dit? Oh, waarom wil alles me dood hebben? Ik kom hier alleen maar jullie hele planeet looten. Laat me met rust. Nog een keer. Oké, got him. Oh, zag je me duiken, jongen? Ik word hier beter in. Dat zeg ik nu hardop hoor, om mezelf te motiveren. Nee, jij moet echt weggaan. Jij bent veel te snel. Ga weg, jongen. Hoppa, oké. Kijk, ik ben alweer bijna dood. Dat scheelt. Oh, wacht. We hadden een molotov, hè? Ik ga echt, als ik hem zo meteen zie... Ik gooi deze molotov op zijn ass, jongen. Oké, nou, gelukkig is hij nu weg. Oké, dat is al onze loot. Laten we teruggaan naar de relatieve safety van onze basis. Oké, nou, het duurde 18 keer voordat ik eindelijk mijn loot terug had. En dat doet me er gelijk aan denken. We moeten die basis even dichtbouwen, want het is veel te gevaarlijk zo. Zo, oké.
dit bouwen we ook gewoon voor nu eventjes dicht. Oké, dan zijn we hier binnen in ieder geval veilig. Oké, gaan we even slapen. En dat was hem voor vandaag. We gaan de volgende keer verder. Gaan we even wat iron vinden en wat armor maken. En dan, dan zijn we er wat beter tegenop gewassen. Vet spel. Vet ook het verhaal erin. Ik voel me wel echt verloren op deze planeet. Want alles wil me dood hebben. En dat lukt dan ook. Elke keer weer. Dus ja, nice. Ik vind het vet. Oké. Volgende episode binnenkort. Tata.